Een van de meest populaire politici uit de naoorlogse Belgische geschiedenis is niet meer. Oud-premier Leo Tindemans is overleden. Hij werd 92 en was al een tijdje ziek. Na Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene is het al het derde boegbeeld dat de Christen-Democraten op korte tijd verliezen. Hier zien we beelden van Leo Tindemans op bezoek bij president Mobutu in Congo. Hij was een absoluut stemmenkanon van de toenmalige CVP. Met deze man wordt het anders, luidde zijn verkiezingsslogan in 1974. Hij leidde in de jaren 70 twee Belgische regeringen. Als CVP-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen van juni 1979 behaalde hij 983.000 voorkeurstemmen. Een record dat vandaag nog altijd stand houdt. Hij werd CVP-voorzitter en in 1991 zou hij nog minister van Buitenlandse Zaken worden. In 1999 verliet hij de actieve politiek. Hij zou nog wel zijn memoires schrijven. Ja, het nieuws is in de vooravond bekend geworden en bij ons hier zit CD&V-voorzitter Wouter Beke. Hij is naar de studio gekomen. Ja, meneer Beke, het is een absoluut stemmenkanon dat jullie verliezen, een boegbeeld. Hebt u hem goed gekend? Ik heb hem gekend natuurlijk. Mijn eerste verkiezing waar ik heb aan deelgenomen was in 1999. Toen is hij uit de politiek gestapt, dus onze generaties verschillen wel met elkaar. Maar ik heb hem in die periode, of sindsdien, wel verschillende keren gezien, gesproken, bij hem thuis geweest. En hij is natuurlijk iemand die een hele generatie en vele generaties van politici in de christendemocratie, maar ik denk ook daarbuiten toch wel geïnspireerd heeft. Iets wat denk ik bij velen is bijgebleven is de authenticiteit. Hè. De woorden van de waarde en de waarde van woorden die zeker in het toppunt van zijn politieke carrière in de jaren 70 van een bijzonder grote betekenis zijn geweest. De man die een visie uitstraalde over de toekomst van ons land, de toekomst van Europa. En als hij dan dat bijna 1 miljoen stemmen heeft gehaald in die periode, dat was nooit gezien. Dat was een plebiscit voor een man zoals we dat nog nooit gekend hebben en waarschijnlijk nooit meer zullen kennen. Ja. Een absoluut icoon van de partij waar jullie afscheid van nemen. Zo schreef je het zelf in uw reactie. Hè? Ja, inderdaad. Een absoluut icoon. Hè. Nog eens 1 miljoen stemmen halen. Dat was toen absoluut niet evident. Nooit gezien. En ik denk ook niet meer te zien. Hij heeft zijn stempel gedrukt sociaal-economisch. Met de regering die hij geleid heeft. Hè, want hij is minister geworden. Hij is premier geweest. Nadien naar de Europese politiek gegaan. Maar in die moeilijke jaren 70, op het ogenblik van het uitbreken van de oliecrisis, heeft hij regeringen geleid, ons land doorheen die oliecrisis weten te sturen. En dan in de jaren 70, eind van de jaren 70, 78, een Egmond-pact tot stand gebracht. Dat was eigenlijk een groot communautair akkoord. Over de toekomst van ons land. In 78 is zijn regering daarover gevallen met die bekende beelden die iedereen zich nog wel zal herinneren. En nadien hebben we stukken van dat werk overgenomen. De grondwetsherzieningen van 1980, 88, 93, maar ook de laatste grondwetsherziening die we gedaan hebben met het zogenaamde Vlinderakkoord en de splitsing van Brussel-Halleveld-Voorde bijvoorbeeld ook. Ja, die kiem, dat zat allemaal in dat Egmond-pact van 1978. Mocht dat toen zijn uitgevoerd geworden, dan hadden we waarschijnlijk een heel andere geschiedenis gekend op het vlak van onze institutionele hervorming in ons land. Ja, dat had te maken inderdaad ook met de communautaire tegenstelling in ons land, waar u ook zelf als politicus mee te maken hebt gehad. En dan inderdaad is er die beruchte uitspraak geweest die hem ook eens blijven achtervolgen. Kijk maar. Ik heb in de commissie gezegd, wanneer ik het standpunt van de regering bekend maakte, voor mij is de grondwet geen vlotje papier. En ik wil niet hebben dat morgen avonturiers van links of rechts het voorbeeld van Tindemans zouden inroepen om avonturen goed te praten in dit land. Daarmee rekening gehouden. Na de scheldwoorden en de beledigingen en de aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren, tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune, zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg. Ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan. Ja, Wouter Beke, de grondwet is geen vodje papier. Hij nam geen blad voor de mond, hij zei altijd zijn gedachten. Hebben dat soort politici vandaag de dag te weinig? Ja, ik denk dat er vandaag ook nog wel politici zijn die hun gedachten zeggen. Dat is niet het punt. Hier ging het over dat hij niet wilde toegeven aan een dwingende vraag van de Franstalige socialisten over de hervorming van de staat. En hij is toen consequent geweest. Hij heeft toen gezegd, wel, ik blijf op mijn punt staan en als dat moet leiden tot de val van mijn regering, dan zal het zo zijn. Ja. Later werd dan Wilfried Martens premier. Niet hij, die wel veel stemmen gehaald had, Leo Tindemans. Dat heeft geleid tot een vete binnen de partij, ook tussen die twee. Hè?
dat heeft zeker in een aantal jaren geleid tot wrange relaties tussen deze twee persoonlijkheden. Maar eigenlijk is dat ook wel snel terug gedicht geworden, hoor. In 1978 heeft Leo Tundemans ontslag moeten nemen na deze uitspraak die we zo net gezien hebben. In 1981 is dan Wilfried Martens premier geworden en heeft hij gevraagd onder andere dat Leo Tundemans in zijn regering zou komen, minister van Buitenlandse Zaken zou worden. En toen is er met grote eensgezindheid verder bestuurd geworden. Ja, Ivo Belet twitterde na het bekend worden van het overlijden dat het ook een Europees visionair was, Leo Tundemans. Ja, inderdaad. Ik denk dat de geschiedenis van Europa, van onze Europese instellingen, van de Europese Unie, niet kan geschreven worden zonder daar ook een stevig hoofdstuk aan Leo Tundemans over te wijden. Al in de jaren 70 schreef hij bijvoorbeeld dat we naar één muntunie moesten gaan, één monetaire en economische unie moesten gaan. Toen klonk dat heel abstract, heel ver weg. Maar als we kijken waar we vandaag staan, dan kunnen we alleen maar zeggen dat de weg die hij toen voor ons zag, dat we die weg wel degelijk hebben afgelegd. Om af te sluiten, misschien nog één Limburgse anekdote over Leo Tundemans? Wel, Leo Tundemans was een Europeaan, heeft die Europese lijst getrokken, hè, met die stemmen die er zijn geweest. Heeft dan ook een aantal Europese parlementsleden, Limburgse parlementsleden in het Europees parlement binnengeloodst, waaronder Bertie Kroeks. En ik heb in zijn memoires gelezen dat hij er zelfs ooit even aan gedacht heeft om Bertie Kroeks eerste minister te maken in het begin van de jaren 80. Ja, en dat verhaal klopt ook? Wel, het staat in de memoires van Leo Tundemans, dus het zal zeker wel kloppen. Oké, okay. Hartelijk dank Wouter Beek voor de komst naar de studio hier.